welkom bij deze nieuwe video. Een paar weken geleden heb ik een video geplaatst waarin ik de beste make-up ooit heb getest. Een full face met de beste make-up ooit. En toen gaven een aantal van jullie aan dat jullie ook de beste betaalbare make-up ooit wilden zien. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Ik ga vandaag een full face make-up aanbrengen met de beste betaalbare make-up ooit. Het meeste had ik al, want al die make-up vind ik ook goed. Een aantal dingen zijn ook nieuw. Die heb ik nieuw gehaald speciaal voor deze video. En we gaan gewoon vandaag een prachtige, mooie soft glam look maken met dus allemaal betaalbare make-up. En er is niks wat ik liever zie dan goede betaalbare make-up, dat je niet je halve bankrekening hoeft leeg te trekken om één lipstick te halen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Mensen, ik ben een nieuw lip plumping product aan het testen. En mijn lippen zijn echt huge. Oh my god. Oké. Daar binnenkort meer over. Even kijken, wat heb ik al gedaan? Mijn wenkies en dagcrème en that's it. Ik heb hier een bakje vol met alle make-up. En ik ga beginnen met de beste betaalbare primer. Dit wordt dus gezien als een van de beste betaalbare primers ever. Er staat online dat dit is omdat het je een soort van gefotoshopt filter effect op je huid geeft. En dat het werkt voor elke huidtype. Dus heb je een vettige huid, maakt dit mooi mat. Heb je een droge huid, hydrateert die ook. Dus dat is de reden dat dit dus wordt gezien als een van de beste. Ik herinner me heel vaagjes dat ik deze ooit heb gebruikt. Maar ik weet het niet meer. Volgens mij vond ik hem niet eens zo heel goed. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik heb hem dus nog in één keer geprobeerd. Het is zo wittig, zeg maar. Zo wittig doorzichtig. Ik ga het vooral zo hier aanbrengen bij de poriën. Want ja, dat is het belangrijkste. En een beetje zo bij de kin. Een beetje bij het voorhoofd. Het voelt wel heel dun aan. Ik heb vaker dit soort producten gehad. En die voelden een beetje dikkig aan op mijn huid. En dat vond ik niet zo fijn. Deze echter voelt heel smooth aan. Dat vind ik wel fijn. Oké, mijn huid ziet er wel echt een tikkeltje meer smooth uit. Is het echt heel pore filling? Dat niet echt heel veel. Maar mijn huid is zeker wel een beetje smooth. En het voelt ook heel zacht aan. Oké, het is... Ik vind het niet zo goed dat ik echt denk van dit is echt de beste primer ever. Dat niet, maar het is oké. Next up is foundation. Een van de betaalbare foundations die echt wordt gezien als de beste is de Maybelline 24 Hour Superstay Foundation. En ik heb die andere. Ik heb de 30 Hour Superstay. Deze is eigenlijk beter dan die andere. Deze is vrij nieuw. Die andere had ik ook en ik vind deze zelfs nog een tikkeltje beter. Ik dacht eigenlijk dat ik die andere nog had, maar ik heb die niet meer. Maar ik moet zeggen, er is niet echt heel veel verschil met die andere en deze. Als je die andere fijn vindt, dan deze zeker. Want deze blijft nog langer, nog beter goed zitten. Echt, echt amazing. Ik heb hem in de kleur 36 Warm Sun. En dit is echt een foundation die ik vaak heb gebruikt. Altijd als ik weet dat ik mijn make-up echt lang ga dragen, is dit waar ik voor ga. Omdat hij gewoon echt de hele dag goed blijft zitten. Echt, I love it. Na 12 uur zit hij er gewoon nog steeds goed op. Dus deze ga ik aanbrengen met mijn Real Techniques spons. Toevallig moet ik ook vandaag mijn make-up de hele dag ophouden. Het is nou 11 uur en ik heb rond 7 uur een afspraak vanavond. Dus het moet echt zeker tot die tijd en nog een paar uur erna goed zitten. Dus ik ben wel blij dat ik deze make-up vandaag kan gebruiken. Ik ben echt niet een persoon die zich twee keer gaat opmaken. Ik weet dat bepaalde mensen dat wel doen als ze nog laat weg moeten of zo, maar ik echt niet. Ik maak maar één keer per dag op en niet meer, want ik heb echt geen zin. Dus ik zorg er gewoon altijd voor dat ik make-up gebruik die echt gewoon goed blijft zitten. En ik me ook gewoon oprecht niet twee keer hoef op te maken. Tijd voor concealer. Een van de beste betaalbare concealers is de Catrice Camouflage Concealer. En ook daar ben ik het helemaal mee eens. Letterlijk vanaf het begin dat ik mijn YouTube kanaal heb, gebruik ik al deze concealer. Hij is zo goedkoop, heeft zoveel dekking, blijft heel lang goed zitten. Ik heb de kleur 010. Die is wel een tikkietje te licht voor mij. Normaal heb ik 020, maar die is op. Dus ik ga nu eventjes voor een lichtere kleur. Hier staat ook op dat hij 12 uur goed blijft. En dat is ook echt zo. En voor die lage prijs is dat echt belachelijk. Ja, dit is wel een beetje een te lichte kleur. Dus ik word vandaag gewoon heel lichtjes. Maar deze concealer is echt een van de beste. En I love it. Dan gaan we nu alles afpoederen. Een van de beste betaalbare poeders is de e.l.f. Halo Glow Poeder. En ook daar ben ik het helemaal mee eens. Als je een vaste abonnee bent hier op mijn kanaal, weet je dat ook al. Ik heb zo vaak geraved over deze poeder. Hij heeft zo'n hele mooie glans, maar niet te veel. Het is echt super, super subtiel. En het geeft je gewoon echt een hele mooie, jonge, frisse uitstraling. Maar tegelijkertijd maakt hij ook alles mooi mat en lokt het alles vast. Dus hier ben ik het echt totaal mee eens. Echt, ik vind echt gewoon bijna alles ook gewoon echt goed. Dit wordt vandaag echt een goede make-up dag.
Dan ga ik mijn gezicht contouren. En dat doe ik met het NYX Contour Paletje. Ook dit contour paletje wordt gezien als een van de beste. Dit is een van de best verkochte betaalbare contour paletjes. Hij is niet heel goedkoop. Hij is wel echt gewoon iets van 20 euro. Dat wel. Maar je doet hier echt al heel lang mee. In het begin van mijn kanaal had ik hem ook altijd. En ik gebruik altijd deze kleur hier voor mijn contour op mijn neus. En deze kleur hier voor zo ernaast om mijn neus nog smaller te laten lijken. Jullie hebben mij dit paletje ook al heel vaak zien gebruiken. Dus ook dit is weer niks nieuws op mijn kanaal. Ik heb hem vrij net nieuw, want ik had hem ook gehaald voor deze video. Want ik had hem niet meer. Ik had andere contour paletjes. Maar ik ben heel blij dat ik hem weer heb. En dan kan ik hem weer lekker vaak gebruiken. Wat ik dan doe is dat ik gewoon letterlijk twee rechte lijnen maak op mijn neus. En ik trek het zo door naar mijn wenkbrauwen. Want dan lijkt het meer echt. Alsof het echt een schaduw is van mijn neus. En dan ook weer zo hier aan de andere kant. En dan ook zo hieronder op mijn neus. Want dan lijkt mijn neus wat minder lang. En alsof het een beetje zo omhoog gaat. Wat hij echt totaal niet doet. En dan blend ik gewoon zo de lijnen uit. Je wilt niet zo van die harde bruine stukken make-up op je neus. Dus je moet het echt goed uitblenden zo. En ook hier zo goed onder de wenkbrauwen doortrekken. En dit lichte hier is dan van de concealer die ik net heb aangebracht. En dan pak ik een beetje van die lichte kleur. En die breng ik zo ernaast aan. Kijk. En dan lijkt het alsof mijn neus nog smaller is dan dat hij echt is. Ik kan echt niet zonder contour op mijn neus. Gewoon echt niet. Even een beetje fixing spray om mijn gezicht te hydrateren. En dan ga ik beginnen aan de ogen. En dit paletje is ook helemaal nieuw voor mij. Bestaat al 100 jaar. Dit is het Maybelline The Nude paletje. En waarom is dit het beste betaalbare paletje ooit? Omdat het een van de eerste oogschaduw paletjes was. Dit paletje kwam in een tijd dat oogschaduw paletjes helemaal niet een ding was. Iedereen had gewoon van die losse kleurtjes. Paletjes waren nog niet echt een ding. Nu hebben we echt triljoen oogschaduw paletjes. Iedereen heeft er wel minimaal eentje. Maar in de tijd dat dit paletje kwam, was dat dus niet. Dus dit was toen echt een heel uniek product. Als je er zo nu naar kijkt, heb je echt iets van, ja joh, dit een uniek paletje. Nou hebben we echt 100 van dit soort paletjes. Maar dus in die tijd was dit dus vrijwel nieuw. Ik heb dit paletje nooit gehad. Het is echt een heel bruin paletje. Heel veel neutrale kleuren. Bruin, crème kleurtjes, zwart, etc. En mat en glanzend. Het is wel echt basic. Dat is wel echt maar ideaal voor, ja, gewoon je everyday look. Ik ben heel benieuwd of ik hem in 2022 ook goed ga vinden. Want in die tijd was er niet echt iets anders om het mee te vergelijken. Maar ja, nou hebben we natuurlijk echt de beste van de beste oogschaduw formules. Dus ik ben benieuwd of ik hem nu in deze tijd ook echt geweldig ga vinden. Dus ik ga hiermee een look maken. Oké, we zijn ingezet op mijn gezicht. Nou kunnen we alles goed zien. Dit is echt een basic paletje. Dus ik ga ook gewoon een basic look ermee maken. Want ja, we kunnen niet heel veel doen met deze basic ass kleurtjes. Ik ga beginnen met deze beetje grijs-bruine kleur hier. En die gaat in mijn hele arcadeboog. Die kleur is wel echt al gelijk poederig AF. Maar hij brengt op zich wel gewoon goed aan. Nu ga ik in met deze bruine kleur eronder. Die is iets donkerder. En ook die kleur gaat in mijn arcadeboog. Maar ik blijf een beetje onder die kleur van net. En dan ga ik in met deze donkere zwarte kleur. Die zwarte kleur breng ik echt een heel klein beetje aan. Hier in de buitenste hoek. Het blend allemaal niet echt top uit. Ik vind het hier een beetje een bende. Hier is wel iets beter gelukt, maar nog steeds niet echt dat ik denk, wow, dit blendt echt goed uit of zo. Het had echt beter gekund, vooral met dit soort makkelijke kleurtjes. Ik snap waarom dit paletje nu niet echt meer wordt gebruikt. Ik breng even een zwart oogpotloodje aan in mijn onderste waterlijn. En dan ga ik al die kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan pak ik deze lichte glanzende kleur hier. Die pak ik gewoon met mijn vinger. Is een hele mooie taupe-achtige kleur. En die breng ik aan over mijn ooglid. En dan deze lichte glanzende kleur hier. En die gaat in mijn binnenste ooghoek. En ook een beetje onder de wenkbrauwen. Nou, de look is oké geworden. Kon het beter? Jazeker. Het is allemaal een beetje minimaal. Pigmentatie is minimaal. Blending is niet zo heel goed. Ja, het kon wel echt beter. Maar ik snap dat het voor die tijd echt een wowie product was. Next up is een eyeliner. En ook een van de beste is ook weer Maybelline. They are killing it, jongens. Bijna alle producten zijn van hun. En dit is de Hyper Precise All Day Liquid Eyeliner. Ook gehaald voor deze video. Maar ik kende hem al. En ik vind hem echt geweldig. Ideaal ook voor beginners. Ik vind hem echt super fijn. Hij is heel zwart, heel secuur, droogt mat op. Makkelijk om mee te werken. Echt een goed product. Ik ga hiermee even een wing maken. Nou, dit ging echt zo makkelijk. I love it. Ik heb mijn gezicht een beetje vies gemaakt met make-up die ik op mijn hand had. Maar goed, de eyeliner is ook een win. Wat me ook net weer opviel is, hij is best wel
droog, maar op een goede manier. Hij is niet te droog of zo, maar ook niet te nat. Als iets heel nat is, kan heel fijn zijn, maar is wel iets moeilijker om mee te werken. Dus daarom vind ik hem ook fijn voor een beginner. Hij is niet zo heel nat, dus hij is gewoon makkelijk mee te werken. Hij lekt niet overal heen of zo, dus ik vind hem fijn. Next up is mascara. En ook mascara ben ik er absoluut mee eens. Een van de beste, populairste, meest verkochte betaalbare mascara's is de Lash Princess Mascara van Essence. En ik hou van de groene. Je hebt er een heleboel. De groene is echt de beste. Ik heb ook paars, roze, een heleboel. Maar tot aan de dag van vandaag vind ik deze groene gewoon echt geweldig. Hij geeft lengte, volume, krul, gewoon echt alles wat je zoekt. Dus I love it. En voor een super, super goedkope prijs. Oké, het volgende product is nepwimpers. Deze wimpers zijn echt by far het meest verkocht, meest gebruikt. Ik zie ze ook heel vaak in make-up video's op YouTube. Maar dit zijn de wimpers die ik persoonlijk als een van de enige denk ik nooit gebruik. En dat zijn Ardell Wispies. Iedereen die ook maar 1 of 2 make-up video's heeft gezien, heeft deze wimpers voorbij zien komen. Bijna iedereen gebruikt ze, behalve ik. Ik heb hele slechte crappy wimpers. Ze gaan helemaal niet omhoog, ze staan helemaal omlaag, ze zijn kort. En voor mij doen deze wimpers gewoon echt niet genoeg. Maar nu heb ik een lash lift gehad. Zoals je kunt zien, ze staan nu wel mooi omhoog. Dus ik denk dat ze voor nu wel zouden kunnen werken voor mij. Dus ik ben heel benieuwd of ik ze nu wel fijn ga vinden. Ik heb gewoon de Faux Mink Wispies en die ga ik aanbrengen. Maar ik denk dat ik ze ga knippen. En dan zo voor de helft opdoe. Dus dat ga ik doen en dan kom ik zo bij jullie. Daar ben ik weer. Ooglook is helemaal af. Ik heb ze geknipt tot ongeveer het midden zo. Dus ik heb ze alleen maar hier zo op het uiteinde geplakt. Zoals je kunt zien is het niet echt heel veel. Vooral niet op mijn gezicht. Maar nu met gelifte wimpers is het allemaal wel gewoon oké. Het blendt gewoon een beetje in met mijn echte wimpers en geeft gewoon een tikkietje volume. Maar dus zonder een lash lift vind ik ze persoonlijk echt helemaal niks. Nu ga ik mijn gezicht bronzen en een van de beste bronzers, meest verkochte bronzers is de Butter Bronzer van Physicians Formula. Deze heb ik nu echt al een aantal keer geprobeerd te kopen. Elke kleur matcht gewoon niet met mijn huidskleur. Hij is gewoon niet donker genoeg. Ik heb nu weer dus eentje gehaald. Nou in de kleur, welke kleur is dit? Gewoon diep. Oh, volgens mij is dit gewoon de kleur diep. Dus ik ga het gewoon weer proberen. Maar iedere keer vind ik er weer niks. Omdat hij gewoon letterlijk niks doet voor mijn gezicht. Dus we gaan kijken of deze beter is. Zo, hij viel gewoon zo uit de verpakking. Dit is hem dan. Wel een hele leuke verpakking. Wel heel groot. Oh, hieronder heb je ook een kwastje. Ik ga stuk, maar die ga ik niet gebruiken. Hij ruikt echt heerlijk. Ik hou van hun geur, maar ik denk ook weer dat dit te licht gaat zijn. Maar jongens, we gaan het gewoon zien. Ik pak gewoon lekker veel ook. Ik ben nu op mijn lichtst, dus misschien kan ik de kleur nu wel zien. Ja, ik zie een beetje kleur. Kijk, het verschil nou met hier en hier. Oeh, I like it. Oké, het lag dus echt aan de kleur dat ik hem niks vond. Want het is echt prachtig. Het blendt echt als boter ook echt. Jongens, die geur is echt fantastisch. Het ruikt zo lekker, ik wil het gewoon opeten. Het is echt heel mooi. Ik ben in shock, omdat ik hem dus altijd helemaal niet zo goed vond. Ik ben echt in shock. Hoe dit gewoon zo makkelijk blendt is echt shocking. Ook is hij niet weer super goedkoop, maar nog wel relatief betaalbaar. I love it. Ja, echt een goede bronzer. I love it. Ik ben echt impressed. Dan blush. Een van de bekendste blush is Milani Luminoso. Een van de beste blushes. Ik heb hem al jaren en I love it. Echt een super mooie baked blush. Dus hij is glanzend. Past echt bij bijna elke huidskleur. En het is een dupe van de Too Faced blush. Peach blush van Too Faced. Deze kostte echt wat. Ruikt echt heerlijk. I love it. En dit is dus echt een regelrechte dupe. Maar dan een stukje goedkoper. Deze geeft ook echt een prachtige gloed aan je gezicht. Dan highlighter. Meestal als ik deze blush gebruik, breng ik geen highlight meer aan. Want zoals je kunt zien heeft hij al een prachtige glow. Maar ja, dit is een full face met de beste betaalbare make-up ooit. En daar hoort highlight ook bij. Eigenlijk op nummer 1 stond was de Chrome Highlighter van Maybelline. Dit was de beste nummer 1 betaalbare. Ben ik het ook mee eens, maar deze heb ik al gebruikt toen in de andere video. Dus een andere populaire die ik heb gevonden is van Elf. De Baked Highlighter. Ik heb de kleur Moonlight Pearls. Ook alles wat ik vandaag gebruik staat beneden in de beschrijving. Deze is super fijn. Deze heb ik ook al ooit gehad. Ik had hem niet meer, dus ik heb hem weer opnieuw gehaald voor de video. Ik heb hem ook gewoon alweer gebruikt. Wat je wel moet doen is een laagje eraf schrapen. Er moet echt een laagje vanaf, anders gaat hij echt niks doen. Maar als je dat hebt gedaan, dan geeft hij echt super veel glow. Kijk even dit. Dit is echt prachtig. I love it.
Kijk deze glow, hoe mooi. Dit heeft echt mijn gezichtsmake-up naar een ander level gebracht. Naar een ander glow level gewoon. Ik vind het zo mooi. Hij is wel een beetje licht, dat wel. Moet je wel mee opletten. Maar je hebt twee kleuren. Dan de lippen. Voor de lippen was er best wel veel wat echt populair was. En een van de populairste is de NYX Soft Matte Lip Cream. Deze zijn super fijn. Ze zijn echt letterlijk soft matte. De naam klopt echt helemaal. Ze brengen matte aan, maar ze zijn niet zo uitdrogend of trekkerig. Ze voelen heel creamy aan, maar zijn wel matte. Dus het is echt een hele fijne formule. I love it. En ik heb hier de kleur Abu Dhabi. Is een van mijn fave kleuren. Super mooie nude voor mijn huiskleur. En ik combineer hem vandaag met de NYX Lip Pencil in de kleur Nude Truffle. Kijk even hoe mooi dit is. Het is een hele mooie peachy ondertoon bruine nude. Dus een beetje een bruin met een beetje een oranje ondertoon. En ik vind hem echt prachtig. Ik combineer hem altijd met een iets donkerder bruin lippotloodje. En dan heb je zo'n heel mooi bruin ombre effect. Dit is echt prachtig, jongens. Deze make-up look is echt amazing. Als laatste fixing spray. Een van de beste betaalbare is de Milani Make It Last fixing spray. Deze heb ik gratis ontvangen gewoon bij een pakketje. Dit is ook de kleine versie. Het is een 3-in-1 spray. Het is als hydratatie, primer, fixing spray na je make-up. Wat ik nu ga doen. Dus ik ben benieuwd of ik hem fijn ga vinden. Hij sprayt echt heerlijk. Echt een fijne spray. Niet te zacht en ook niet te agressief. Nou mensen, dit is dan de look. Let me know beneden in de reacties wat je ervan vindt. Ik vind het echt goed gelukt. En dit met allemaal betaalbare make-up is echt amazing. Vooral mijn gezichtsmake-up vind ik heel mooi. Het enige vandaag waarvan ik denk, is deze primer. Ik vind hem niet echt zo geweldig. Wat mij echt heeft gechoqueerd zijn de wispy wimpers. Echt heel mooi. Maar nogmaals, alleen maar met een lash lift. Of als je al mooie wimpers hebt van jezelf. Voor de rest, ze zijn niet heel extreem of wat dan ook. En voor de rest raad ik echt alles aan. Deze bronzer was ook wauw. Voor mij. I love it. Ik ben echt in shock. Want ik verwachtte echt, oh, ik ga weer 20 euro verspillen voor niks. Net als die andere die ik allemaal heb gehaald. Maar absoluut niet. Dit is echt prachtig. En hij ruikt heerlijk. De blush heel mooi. De glow heel mooi. Deze fixing spray heeft ook echt goed mijn gezicht gehydrateerd. Dit oogschaduwpaletje. Ik heb het al gezegd, ik snap, in die tijd was hij goed. Maar deze look had echt beter kunnen zijn met een ander betaalbaar paletje. Contour, paletje ook goed. Mascara, eyeliner, poeder. I love it. Al met al vind ik echt bijna alles goed. Het enige wat ik echt gewoon niet aanraad is het paletje en de primer. Let me know wat jullie ervan vinden in de reacties. Ik vind het altijd heel leuk om te kletsen met jullie. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!